Ja, dit is een afbeelding op Wish. Wish, eBay, Amazon, AliExpress. Overal staat het werk van Esther. Voor spotprijzen. Haar schildersezel staat er al weken werkloos bij. Zo druk is ze met het internet napluizen. Het begon een paar maanden geleden. Toen kreeg Esther mail uit China met het verzoek of ze haar werk mocht gebruiken. Ik heb vervolgens even bekeken waar dat was en toen heb ik haar eigenlijk nee verkocht. Um, en toen keek ik eigenlijk een paar maanden later uh, nog even op hun site. En toen zag ik tot mijn grote schrik dat daar wel een heleboel uh, items op stonden. Een heleboel, zeker 150 items worden te koop aangeboden. Allemaal gebaseerd op haagschilderijen. Ik ben zelfs een uh, doe-het-zelf pakketje tegengekomen. Dan uh, mag je gewoon op kleurnummer en dan krijg je er een heleboel potjes verf bij. Je en dan kun je gewoon uh, in kleurtjes uh, uh, ja, ja, inkleuren bedoel ik. Ja, en een uh, deurmat heb ik gezien. Een advocaat gespecialiseerd in auteursrecht probeert de Chinese adverteerders aan te pakken. Maar makkelijk is dat niet. Nou, mijn advocaat, die, die kenden het wel, maar die zei op zo'n grote schaal heb ik het nog niet gezien. Dus uh, het is echt wel heel veel. Ja. En het is ook net of er dagelijks nog wat bij komen. Als ik, uh, zoals gisteren, heb ik weer een heleboel, uh, of uh, iets van 25 uh, nog weer aangegeven. En dan kijk je een dag later en staan er zo weer tien op. Voor hoeveel Esther financieel inmiddels is benadeeld, weet ze niet. Ik heb de onkosten niet opgeteld. Ja, ik weet natuurlijk wat ik zelf aan schade heb geleden door, door een advocaat uh, ook in, in de arm te moeten nemen. En doordat ik gewoon al een maand, uh, niks anders doe dan uh, op internet uh, rondneuzen. Maar ik, ik wil het ook niet eens weten, want volgens mij word ik daar heel vervelend van. Ja.